Japans nieuwjaar, Jawa Festa, groot gevierd. Nu nog een standbeeld. En exporteurs niet in gesprek met Randien. Er is ook geen vertrouwen in Seodien van LVV. En bushouders willen nu eindelijk wel eens geld zien. Goeiedag. Dit is Regionist TV Suriname van 1 augustus 2022. Het nieuws voor 1 miljoen Surinamers. Onder toeziend oog van Johan Adolf Pengel, leider der Creolen, en Jagannaut Lachmon, die eveneens legendarische Hindoestaanse politicus, vierde het Javaanse volksdeel op het onafhankelijkheidsplein gisteren voor het eerst in de Surinaamse geschiedenis een eigen nationale dag. Suriname bewees hiermee opnieuw dat ze is opgedeeld langs etnische scheidslijnen en de massale opkomst bij het Javaanse nieuwjaar. Sassé Sorou is voor de Javaanse regeringspartij Pachaya Lohuer dan ook een groot succes. Minister Bronto Somahartjo had er namelijk geen geheim van gemaakt. Hij zou kosten nog moeite sparen om de Jawa Festa, het Javaanse feest, een succes te maken. Want het ging om de erkenning van de Javaan, zei vader Paul Somahartjo in zijn speech tijdens de viering, en de eenheid onder de Javanen te herstellen, had hij eerder volgens overheidswebsite De Boodschap gezegd. Dat er geen geld is om pasgeboren baby's in leven te houden, was gisteren even niet interessant. Er is geen voedsel, brandstof is duur, alles is duur, en dan gaan de Javanen feesten? Vroeg Somahartjo zich retorisch af. Duizenden mensen, voor het overgrote deel Javanen, waren zondag bijeen op Onafhankelijkheidsplein. De mensen waren met busjes gratis uit de districten gehaald naar Paramaribo om te komen feesten. We zijn hier niet om te feesten. We zijn hier om de regering te bedanken dat ze ons met een nationale dag erkent. Daarvoor zijn we hier, aldus Paul Somahartjo. Er was eten, er was drinken en er was water. Veel water. Want na een schitterende ochtend zorgden tropische buien ervoor dat steeds meer mensen vroegtijdig huiswaarts keerden. Daardoor misten zij de optredens van artiesten die speciaal waren ingevlogen uit Indonesië. Voor minister Somahartjo rest misschien nog één grote taak. Om dichter te komen bij de beoogde erkenning van de Javanen, zorgen dat naast de standbeelden van een Creoolse en Hindoestaanse politicus, er ook voor het eerst een standbeeld van een Javaanse leider komt. Misschien zelfs op het plein waar tot en met de onafhankelijkheidsdag het beeld van de Nederlandse koningin Wilhelmina stond. Surinaamse exporteurs gaan vandaag niet in gesprek met de regering. De exporteurs waren uitgenodigd voor de dialoogronde met Bibis-minister Albert Ramdien. De exporteurs zijn er niet over te spreken dat zij de regering diverse malen aanschreven over dringende zaken, maar daar geen reactie op kregen. Ze keuren het ook af dat de minister van LVV niet met de sectororganisatie wilde spreken, maar individuele leden uitnodigde voor besprekingen. Ze zien daarin een subtiele poging van LVV-minister Seodien om de organisatie te verzwakken. De regering had de exporteurs gevraagd om voorstellen te doen waarmee de sector kon worden gestimuleerd. De exporteurs wezen op een aantal beleidsplannen die al enkele jaren wachten op uitvoering. Als de regering slechts een kwart hiervan zou kunnen waarmaken, zou dat al zorgen voor een enorme positieve ontwikkeling in de agrarische productie en export, zeggen de exporteurs. Bushouders willen nu eindelijk geld zien. Tijdens de COVID-lockdowns mochten ze niet rijden en de regering had beloofd hen te compenseren voor de periode waarin ze niet konden verdienen, maar nu bekruipt de rijders het gevoel dat ze voor de gek worden gehouden. Bovendien daalt de waarde van de verwachte COVID-uitkering steeds verder. De bustarieven zijn aangepast, maar sindsdien zijn de benzineprijzen al enkele malen gestegen. De ondernemers zeggen dat ze nu nog maar nauwelijks geld verdienen. Een volle tank benzine kost 1350 SAD, maar gemiddeld is de omzet na een hele dag rijden slechts 750 SAD, zeggen zij. Tot zover Regionieuws TV Suriname. Heeft u nieuws te melden? Stuur uw berichten naar suriname@regionieuws.tv. En kijkt u via YouTube? Vergeet u dan niet te abonneren. Dank voor uw aandacht. Blijf vooral gezond.